Tom Egbers zal niet langer de eredivisie samenvattingen presenteren, aangezien de NOS zijn definitieve opvolger heeft aangekondigd. Het lijkt erop dat een affaire die 17 jaar geleden plaatsvond met een 26 jaar jongere stagiaire nu zijn carrière beëindigt. Nadat de romans eindigde, wordt beweerd dat hij haar begon te pesten en te intimideren, wat resulteerde in acht maanden non-actief. Een terugkeer lijkt nu onwaarschijnlijk. Tom Egbers is officieel vervangen als presentator van NOS Studio Sport Eredivisie door Gert van Theehof. Leone Stendler zal als analist de Eredivisie samenvattingen voorzien van voetbalanalyses en andere inzichten. Opvallend is dat de NOS in het persbericht Toms naam niet vermeldt, alsof hij nooit heeft bestaan. Hoewel zijn naam nog steeds op de NOS website staat, lijkt een terugkeer naar het programma uitgesloten. TV-kenner Tina Nijkaam concludeert dat we Tom Egbers nooit meer zullen zien bij de eredivisie samenvattingen op zondag om 19 uur. Op de vraag of Tom ooit nog terugkomt op TV, wijst Tina op zijn bijna pensioengerechtigde leeftijd en speculeert ze dat hij mogelijk nog te zien zal zijn tijdens het EK Voetbal 2024 voordat hij met pensioen gaat op zijn 67ste volgend jaar.